Iedereen maakt fouten in het verkeer, of dat je een afslag mist. Dat is meer dan menselijk. Maar het is gewoon niet menselijk om door te rijden na zo'n ongeluk. Wat bezielde de bestuurder die Julie Jansen schepte? Bizar. Ja, dat is echt bizar. Het ongeluk gebeurde afgelopen zaterdagavond op de splitsing van de A1 richting het Gooi en de A6 richting Almere. Julie ziet een auto langs de kant staan en wijkt uit om hem in te laten voegen. Maar in plaats daarvan steekt de bestuurder de driebaansweg ineens over. Julie is kansloos en belandt op het asfalt. Je ligt op de midden van de A1. Je ziet het, ik heb de asfalt van de A1 aangeraakt met mijn hoofd en met mijn handen. Dan denk je, ik moet hier weg. Ze weet op eigen kracht de vluchtstrook te bereiken. De bestuurder van de auto rijdt gewoon door. Op dat moment dat ik omkeek en wist van ik ben nu in veiligheid, was de auto al weg. Je moet dit gevoeld en gehoord hebben. Dit kan niet anders. Het was een enorme klap. Ja, het was 90 km per uur. Ik ben in de auto gestapt en als een gek daar naartoe gereden. Ik zag Rijkswaterstaat die de weg aan het afzetten was. Ik zie een ambulance waar mijn dochter in ligt. Ja, en dan zitten de zenuwen echt heel diep in je keel. Wonder boven wonder heeft Julie niks ernstigs opgelopen. Haar motor is wel totaal los. Via Facebook probeert Fred nu de bestuurder op te sporen. En dus er rijdt ergens in Nederland een bordeauxrode auto rond met schade aan de linkerkant. En dan ga je nadenken van oké, hoe kan ik daarachter komen? Ja, en dan kom je toch heel makkelijk uit bij Facebook. En ik heb een berichtje geschreven. En dat is nu al 7000 keer gedeeld. En ik ben perplex. Het is heel hartverwarmend om te zien dat de rest van Nederland, dat die er wel voor me zijn. En dat er dan maar één hufter op de weg is.